Zo, na een uurtje rijden naar Ponte della Maddalena, vanaf de camping, zijn we er. En we moeten weer het uitzicht laten zien, Paul. Ik zeg, we moeten het uitzicht weer laten zien, dus dat wordt weer die brug. Ja, gaan we even de Ponte della Maddalena. We gaan er even op, even kijken hoe het uitzicht is op de Ponte della Maddalena. Zoals overal in Italië wordt het gewaardeerd om een mondkapje op te doen. Dus ook op deze brug. Dus dat hebben we dan maar weer. En we gaan nu naar boven lopen. Het uitzicht boven van de brug. Naar beneden. Ja, daar is het iets minder met een dammetje. Als hij maar geen wielrenner wordt, dat is hij al. Dat is Paula. Hi Paul. Hoi. Zo. We lopen even de Monte della Maddalena, of hoe heet het ding ook weer? Ja, de Monte Maddalena af, de brug. Oude brug uit 1100. En dat vind ik zelf ook altijd leuk, een beetje het railway sfeertje. En je gaat dan ook onder de brug door. Eigenlijk ben ik net te laat, want er is net een trein gepasseerd. Altijd pech. Het is net echt allemaal natuurlijk hier. We gaan zo meteen een grot in. Om 1 uur. Ik geloof 100 meter diep. Daar is de ingang, die is nu dicht. Dus we hebben kaartjes gekocht. Het regent. Geen zonnestralen. Maar we gaan nu even pauze houden om 1 uur. Dus over 50 minuten gaan we de grot in. Wish me luck. Het onweert lekker op de berg. En zoals je hier ziet. De wolken op de berg. Maar we gaan even de auto ophalen en boven parkeren. Lekker onweertje. We gaan de winkel weer in. We zijn nu in de grot. Ja. We hebben een rondleiding. In het Engels. Yeah. Today they have found 4.5 kilometers underground, but there's still a lot to be discovered still. One of the big problems with the grotto del... Some photos while we're here. Klein overzichtje, wat is er? Ja, nee. Diep? Nee. Heel diep. Ja, maar ze kunnen wel even wachten. Mensen moeten maar even wachten. Even kijken in de grotten. Wat voor zicht hebben we? Hier I normally say the story of this enormous shaft. There are two crazy men. We gaan nog even verder met de rondtour. 90 meter. Ja, 90 meter hoog. Hier is 60. De top is 90. Oké. En dit is called the infinite hall.
gekke werk. In de shaft. Oppassen voor je hoofd. Ja. Anders dan. Ja. Ja. Roodkapje, waar ga je heen? Naar oma. En dit was de eerste ronde. Dit is een beer. Onderdeel van de route door de grot. Grot. Gaan we lopen. Nou, dat is hier 1,50 meter hoog. Dus oppassen voor je hoofd. Gracias.